een heerlijk weekendje weg naar het buitenland in de winter, maar toch dicht bij huis? Dan zijn de Belgische Ardennen favoriet bij veel landgenoten. Vooral ook omdat daar vaker sneeuw ligt dan in Nederland. Ons wintertijdduo is beland in de gemeente Buitgenbach om een riant onderkomen van de Belgische verhuurorganisatie Ardennen Etap uit te proberen. Zo, alles op orde. Ik ben klaar om echt een weekend te genieten. We zijn net aangekomen in het Duitsstalige gedeelte van de Ardennen. Het heet hier Elsenborn. Een prachtige villa midden in de sneeuw en het heeft hier maar liefst 7 slaapkamers. Volgens mij heb ik een van de betere, maar dat weet je maar nooit met Sanne. Ik ben geïnstalleerd, nou beneden nog. Dit is zo'n waanzinnig huis, maar ik wil er natuurlijk even iets meer over weten. En wie kan ons dat altijd perfect vertellen? Valérie. Dit vrijstaand vakantiehuis is gebouwd in 1907 en heeft nog echt de charme uit die tijd. Men vergeet soms dat dit huis ook de uren zijn als je met collega en weekendje weggaat. 'S Ochtends vergaderen aan de grote lange tafel en 's middags een leuke activiteit. Wat dacht je van skiën? De skipist is maar 5 minuten verderop. Zo, heerlijk. Wil je ook een glaasje wijn? Nou, lekker. Ik bedoel dat ik gezetteld ben, maar een glaasje wijn doet me ook goed. Ja, gezellig. Hè? Ik hoor net van Valérie dat dit eigenlijk ook wel een ideaal huis is voor bedrijven. Mooie vergadertafel. We gaan er meestal met gezinnen en families naartoe. Ja, niet over nagedacht, maar nee. Het is waar inderdaad. Wat gaan we doen vanavond met eten? Eten? Nou, ik weet een heel leuk ideetje. Je weet een heel leuk ideetje? Wat dan? Jij gaat een uurtje relaxen. Ja? Poelen, sauna, weet ik wat. En ik ga voor het diner zorgen. Goed plan. Proost. Oftewel, ik heb vrij, ik hoef niets te doen. Je kan je weg vinden in het huis hier. Dat kan je letterlijk zo wel stellen, Arno. Je weg vinden in het huis. Want met 400 vierkante meter, 3 verdiepingen, 7 slaapkamers en een aantal trappen duurt het wel even voordat je dit huis voor jezelf in kaart hebt gebracht. En met dit winterse weer lijkt de uitgebreide wellness ons inderdaad perfect om zelf even aangenaam te ontspannen. Oh, wat heerlijk. Zo'n sauna in je vakantiehuis. Dan heb ik hem ook nog helemaal alleen. Even een momentje genieten. Kijk, wat Sanne niet weet, ik heb het avondeten besteld online. Als je het huis boekt bij de site van Ardennen Etap, dan zit er de knop van Ardennen Delice. En dan kan je gewoon je prêt-à-porter diner bestellen. Kijk maar hier, allerlei soorten pakketten, aperitiefjes, barbecue pakket, hele diners of alleen de ingrediënten, zodat je ook echt kan koken. Maar als het goed is, kan we zo meteen langs. Dus ik ga koken. De stortdouche. Ik dacht dat we op de bank zouden eten. Heeft hij ook nog de tafel gedekt? Nou, Arno! Had je niet verwacht, hè? Ik heb even uitgepakt voor je. Maar we hadden toch helemaal niks in de koelkast? Meisje? Ja, ik ben helemaal verrast. Ja, lekker. Je hebt gewoon pizza, wat is dat? Lasagne? Lasagne, hapjes en een lekker soepje. Nou, ik ben dit niet gewend. Gewoon even uit de hoge hoed getoverd. Ja. Bon appétit. Ik ben perplex. Merci. Wil je meer informatie over dit vakantiehuis of alle kastelen, gîtes, villa's en chalets van Ardennen Etap? Op rtlwintertijd.nl kan je alles terugvinden.